een hele goede morgen. Ik ben net even bij het tankstation geparkeerd. Ik ga hier namelijk even een cappuccino halen, want ik ben vandaag niet aan het vasten. Ik ga vandaag richting Twente naar mijn familie toe. En dan ga ik natuurlijk niet vasten. Nesim is vandaag lekker druk. Hij gaat zo voetballen met zijn vrienden en zo. Dus daar hoef ik me niet druk om te maken. In ieder geval, de laatste dagen hebben Nesim en ik echt heel vaak discussies over PlayStation. Want hij blijft echt heel lang op. En dan gaat hij elke keer op de PlayStation met zijn vrienden. En normaal vind ik dat helemaal niet erg. Maar het verstoort ook echt mijn nachtrust. Want ik hoor hem heel de schreeuwen op achtergrond en zo. Dus we hebben daar echt heel veel discussies over gehad. En hij wist dat ik vandaag naar mijn familie zou gaan. Dus hij heeft de auto alvast volgetankt. Dus dat vond ik wel echt heel erg lief. Het maakt me een beetje vrolijker vandaag, want ik sta elke dag wel een beetje boos op, omdat ik zo laat naar bed ga. Ik moet misschien ook gewoon leren om met geluid te kunnen slapen. Ik moet daar gewoon echt aan wennen. Ik kan niet slapen als iemand naast me loopt te fluisteren of zo. Ik moet echt een knop omswitchen. Oké, guys, ik heb mijn koffie gehaald bij de Starbucks. Ik heb lekker een cappuccino met amandelmelk en ik heb een bananenbrood ook gehaald. En ja, het voelt echt zo raar. En ik voel hem ook een beetje bekeken of zo. Ik voel me er niet echt goed bij. Maar ik ga het lekker pas genieten. Ik heb hier echt zoveel zin in. Kijk jongens, daar is mijn man. Precies op dezelfde plek waar ik hem heb achtergelaten vanochtend. Gaat goed? Heb je een leuke dag gehad zonder mij? Zelf hoor. Ja? Heb je heel veel gewonnen bij op FIFA? Ik heb twee keer zwaar verloren. En echt boos. Ik werd zo agressief. Ja? Dan schrik ik je PlayStation uit. Nee, ik ga scoren. Ik ga scoren. Oh, wat? Hoe ging de voetbal dan? Dat ging goed. Ik heb lekker 2 uur gevoetbald voor iftar. Leuk. En falafel gegeten met hummus. Oh, lekker hoor. Rek het aan dat ik hummus heb gegeten. Nu niet doen, niet doen. Hey. Doe normaal, Meer, dit kan echt niet. Nee. Meer, wallah, dit kan niet. Gedraag je. Meer! Kom op man, 82e minuut man. Laat je tanden zien. Wat heeft dat ermee te maken? Laat je tanden zien. Wallah, ik wil dit echt niet verliezen. Dan ben ik echt boos. Okay. Waarom moet je zo dichtbij filmen? Wat is dit? Oh, even mijn camera hier is er. Dit is het voordeel als je zeg maar bij familie bent geweest. Dan krijg je allemaal lekkernijen en zo mee. Zoals bijvoorbeeld deze dadelpoekjes. Die heette bij ons Kleetje. En die zien er dus zo uit. Dit zijn de lievelingskoekjes van Nessie. En heerlijke broodjes met gehakt erin. Doe ik allemaal lekker in mijn vriezer. Ik heb nog geen gehad vandaag. Hè? Echt? Lijkt wel zo'n kind die snoep komt vaak. Lekker hè? Wat heb je de hele dag gedaan zonder mij? Ik zag vandaag een kat op de weg. Die wou bijna dood, hè, Dinari. Mag jij niet doen, hè? Gekkie. Zo'n kat op de weg, die had ik bijna aangereden. Maar die zijn ook echt zo slecht op de weg, hè, katten. Ze weten niet welke kant ze op moeten. Toen reed ik dus iets verder, zag ik een dode eend op de weg. En toen reed ik iets verder en toen zag ik een hert. Dood? Nee, niet dood, maar gewoon zo langs de weg. En hij was aan het rondkijken welke kant hij op moest. Dus ik raakte in paniek. Dat is echt zielig, man. En ik denk van, oh shit, moet ik nu afremmen? Wat moet ik nou doen? Echt? Ja, ik zag vandaag echt heel veel dieren sowieso op de weg. Echt? Ik kwam naar mij toe, ik ging jou. Oh. Ja, ga je nou weer eten? Eentje. Ik zeg toch, hij moet echt minimaal 6 per dag eten. Nou, nog eentje dan. Ik heb een snoeper. Ik zeg altijd van, ik pak er eentje. Ja. En dan als ik hem terugleg, dan pak ik er nog eentje voor de terugweg. Mijn favoriete snack dit, hè. Mm. Ik had echt niet verwacht dat dit jouw favoriete snack zou zijn. Te lekker. En als ze bevroren zijn, is het lekker. Oh guys, ik ben echt helemaal gesloopt. Ik heb best wel veel gereden vandaag. Dus ik ga denk ik even douchen. En dan ga ik eigenlijk gewoon gelijk naar bed, want ik ben gewoon echt helemaal gesloopt en ik wil gewoon goed uitslapen. Zodat ik morgen weer even lekker mee kan doen met Nessie. Ik ben echt gewoon helemaal op. Het wil dus vandaag wel zeggen dat ik vandaag dus niet s'nachts mee ga eten. Maar het maakt niet uit, want dat vind ik niet heel erg. Ik kan eigenlijk best wel vasten zonder dat ik zeg maar s'nachts ook mee ga eten. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben vandaag heel laat mijn dag gestart.
Is dat überhaupt een zin? What the fuck? Nesim is lekker vandaag thuis aan het werk. Daar is hij niet zo blij mee, want hij wil eigenlijk naar zijn kantoor toe gaan. En toen beseften we pas, toen hij er bijna was, dat zijn kantoorsleutel bij mij was. Kom wel goed, hè, schat? Ik doe alles mijn best. Ja, hij heeft een beetje hartpijn, want hij vindt het verschrikkelijk om thuis te werken. Wat ik eigenlijk ook wel kan snappen, want we hebben hier gewoon heel veel afleiding. De katten, ik, die de hele tijd aan het praten is. En ja, ik besef trouwens nu pas hoe vaak ik deze trui draag. Maar het is echt zo chill. Ik krijg ook best wel vaak vragen over van waar die komt. Het is gewoon van Boohoo en volgens mij heeft hij mij 15 euro gekost. Trouwens, laatst kreeg ik een reactie dat ik maar beter wel make-up op kan doen als ik ga filmen. Ja. Maar. Ja, maar ik wil gewoon zeggen dat ik echt zeg maar in een fase zit in mijn leven waar ik daar echt scheid aan heb. En vandaag heb ik echt heel mooie zinnen. Ik hoop vandaag echt met heel mooie zinnen. Nee, maar ik wil even zeggen dat ik daar zelf echt heel erg veel scheid aan heb. En ja. Ach, ik moet je nu zeggen dat ik heel mooi ben zonder make-up. Fuck man, dat zeg ik altijd tegen je. Ja, dat moet je gewoon zeggen voor mijn kijkers. Wie zei dat dan? Zo'n Mehmet. Mehmet. Je vader heeft make-up nodig. Ja, praat met Mehmet, Nesim. Mehmet. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen tegen Mehmet. Je kan niet zoveel beledigen, weet je toch? Mijn mond is ook te droog om met Mehmet te praten. Naar aanleiding van onze mukbang laatst kreeg ik ook heel veel vragen over het recept van een kip shawarma. En die ga ik vandaag voor jullie maken speciaal. Dus dat is een beetje de planning. Ik dacht ik ga mijn haar iets mooier doen, maar dit ziet er helemaal niet uit met zo'n plukje. Oh my god. Ik heb trouwens echt zon nodig. Ik ben zo bleek. Nou, dit ziet er toch niet uit. Het is nu dus 6:00 en rond 9:15 mogen wij dus eten vandaag. Dat wil zeggen dat ik nu al moet beginnen met de kip. Want die moet je dus 3 uur marineren. Ik gebruik zelf voor de kip shawarma kipfilet. Dat was vorige keer ook echt heel erg lekker. Ik heb het even gewassen en ik snij meestal mijn kip met handschoen aan. Want ik weet niet, ik vind het toch wat hygiënischer ofzo. Oké, de kip is gesneden. Ik doe het best wel in grove stukken, maar je kan het ook gewoon klein snijden hoe je het gewoon zelf wil. En dan nu de kruiden. We hebben hiervoor nodig zwarte peper met knoflook erin, gemalen koriander, zout, chilipeper, komijn, kurkuma. En dan heb ik hier een mix van kruiden die we bijna in elk gerecht gebruiken. Maar dit heb ik gewoon uit Irak. Maar jullie kunnen dit vervangen met deze. De 7 mixkruiden van de Turk. Deze kan je gewoon halen bij de Turk. En die komen het meest in de buurt van deze. Er zit wel een verschil in qua smaak. Maar het komt wel echt in de buurt. Ik doe er ook peterselie bij. Oké, wat ik nu ga doen is een grote diepvrieszak gebruiken. Super handig. En dan doe ik alle kip erin. En dan ga ik het dus mixen met alle kruiden die ik net heb benoemd. Zo. En de precieze afmetingen weet ik niet. Ik doe alles echt op de oog. Maar je moet er echt voor zorgen dat de kip echt heel erg gekruid eruit ziet. Hij moet er een beetje bruin uitzien na afloop. Maar ik doe echt alles een beetje op oog. En ik start met de kurkuma. Hier hoef je niet zoveel van te gebruiken. Dan de chilipeper. Hier gebruik ik zelf niet zoveel van. Zou ik normaal wel doen, maar Nesim houdt niet zo van prettig eten. Dus doe ik een beetje bij. Dan de peterselie. De gemixte kruiden. Hier mag je echt wel veel van opdoen. Komijnzaad. Zout natuurlijk. Een zwarte peper met knoflook. En de gemalen koriander. En dan moet je dit eigenlijk gewoon een beetje door elkaar hutsen. En dan ziet de kip er ongeveer zo uit. Nadat je alles een beetje hebt gemixt. Gewoon lekker bruin. En dan voegen we als laatst olijfolie toe. Kijk. En dan heb je dit. En dit gaat nu even
3 uur lang in de koelkast. En daarna mag je het of in de oven doen of bakken. Wij houden van om dit te bakken. Oké, voor de saus ga ik nu iets apart doen. Normaal gesproken heb je dus voor de normale traditionele saus nodig halfvolle yoghurt. Je hebt nodig tahin. Je hebt nodig knoflook, citroen en olijfolie. Ik heb bijna nooit tahin thuis. Dat eten wij gewoon niet zo vaak. Dus ik heb 2 ingrediënten vervangen door deze hummus. En ik vind deze hummus echt een van de beste. Het komt gewoon omdat er hier dus echt heel veel tahin in zit. In verhouding met hummus bijvoorbeeld op de tapasafdeling of zo. Die is eigenlijk echt een beetje nep. Maar dit is eigenlijk het originele recept van hummus. Hier zit gewoon heel veel tahin in, maar ook heel veel knoflook. En dat is wat wij nu nodig hebben. Dus wat ik ga doen is 2 scheppen van dit gebruiken. En omdat je dus dit gebruikt, hoef je ook daarna geen knoflook meer toe te voegen. En dat vind ik veel fijner, want verse knoflook is altijd heel erg heftig qua smaak. Dan doen we erbij halfvolle yoghurt. En je moet zeg maar meer yoghurt erin doen dan de hummus of de tahin. Ligt eraan wat je gebruikt. Dan doen we er olijfolie bij. Heel klein beetje. En als laatst voegen we een beetje citroen toe. En dat ga je mixen. En dan krijg je dit. Kijk, zo heel smullig. Dit bewaar ik ook even in de koelkast. Ik moet wel echt even erbij zeggen dat het met deze hummus dus wel werkt. Omdat er echt heel veel tahin in zit. Maar dat het met andere soorten hummus niet werkt. De meeste hummus die bijvoorbeeld de Turk of zo koopt. Ik denk dat het daar wel bij gaat werken. Maar niet bijvoorbeeld de hummus op de tapasafdeling. Want daar zit gewoon in verhouding veel meer kikkererwten in. En dan gaat dat hiermee niet werken. Want we hebben eigenlijk geen kikkererwten nodig. Maar we hebben echt de tahin en de knoflook nodig. Dus iets van mijn recept vergeten. Ik moet nog augurken hebben. Zure augurken. Ja, zure. Ik heb speciaal voor jou, heb ik dus gehaktballen lopen maken. Waarom pak je mij niet op? What the fuck is dit? Kijk hoe ik erbij lig, alsjeblieft. Nee, dat vind ik niet leuk. Inderdaad. Ga je augurken voor mij halen? Nu helemaal niet meer. Kijk jongens, Dinari krijgt een massage. Massage zullen we zien. En ze is heel erg aan het genieten. Je voelt ook gewoon echt haar spieren gewoon, hè? Dat is zo lief. Ze is aan het genieten? Ja, jongen. Oh, kom op. Nou jongens, ik had echt nog zoveel tijd dat ik met verveling heb opgemaakt. Mooi, hè? Oh. Heel mooi. Oh, wou je een kusje? Ja, een kusje krijgen. Kom. Heel mooi, schatje. Heel veel mensen vragen of je me wil opmaken een keer voor de video. Ja, maar ik mag het niet doen van jou. Dat mag wel, maar ik denk echt dat je me echt helemaal gaat verpesten. Zal het gewoon doen straks? Straks en niet straks. Morgen. Morgen? Ja. Oké, deal. Nou nee, morgen moet ik balkon schoonmaken. Overmorgen. Ik kan me toch ook opmaken? Kan ik dat schoonmaken en dan dat opmaken en dan dit doen en dat doen? Kan niet alles heen? Nee, dat kan niet, hè. Oh, Mimi, heel... vandaag zo slap. Heel veel mensen vragen ook waarom wij zoveel champagneflessen hebben. Maar die krijgen we gewoon gratis. Big bottles. Het is niet dat wij het allemaal hebben gekocht. En waarom zouden wij zoveel flessen kopen? Ja, voor hoeveel heb je te vieren? Wat betreft de wraps gebruik ik dus deze. Dit is Libanees brood. En dan de witte versie. Die moet je nog even in de oven doen. Dan kan je daar heerlijke wraps van maken. Ik ga alvast de komkommer en de tomaten snijden. Dan hebben we dit voor de toppings. Het gaat ook even de koelkast in. Oh my god, guys. Ik heb 1 van de belangrijkere ingrediënten. Dat ben ik dus vergeten. Wat is dat? Dus die moet ik nog toevoegen. Weet je nog dat wij tomatensaus hadden toegevoegd? Ja. Yeah. Het hoorde bij het recept en dat ben ik helemaal vergeten. En daarvoor heb je tomatenpuree nodig, niet tomatensaus. Kijk, je moet ongeveer zo'n grote lepel toevoegen. Nes, hoe heet zo'n lepel? Je hebt een theelepel, die is zo klein, maar hoe heet deze lepel? Een soeplepel. Dit is geen soeplepel. Jawel, als je voor kleine kinderen... Wat? Wat? Kleine kinderen. Tim is gewoon zijn ijs aan het openen om even te ruiken. Dat mag toch gewoon? Kijk, en dan hebben we dit. Het ruikt nu al zo lekker. Niet normaal. We gaan eindelijk de kip shawarma bakken. En die kan je gewoon zo in de pan gooien.
Want er zit al olijfolie in de marinade. Oh, dat ruikt zo lekker. Nu gaan we de wrap maken. Dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ik mis hier alleen nog augurk. En optioneel kan je er ook voor kiezen om friet erbij te doen. Dus we starten met dit overheerlijke sausje. En dit bepaalt echt de hele smaak. Het is niet de bedoeling dat jullie ketchup of mayonaise gaan toevoegen. Het is ook niet de bedoeling dat jullie hier mayonaise gaan toevoegen. Een grote lepel met deze saus. Ik ga het even met mijn handen doen. Maar ik doe er lekker kip op. En dan heb je dit. En dan moet je het even proberen heel goed op te rollen. Ik ben nu dus bezig om gezonde pizza's te maken van de kipshawarma die ik heb gemaakt. Zo, het gaat nu lekker de oven in. Ziet er echt goed uit. Nou jongens, we gaan eindelijk eten. Lekkere gezonde pizza's. Ik heb heerlijk gedoucht en Esme heeft de tafel afgeruimd gelukkig. Ik ga nu even lekker kaarsjes aandoen. We gaan lekker voor de tv zitten. Even lekker chillen. Wat ik nog wil melden. Jullie zien natuurlijk van onze Ramadan vlogs gewoon dat wij eigenlijk gewoon heel veel eten. Dat is eigenlijk ook het enige wat wij filmen. Maar wij doen natuurlijk ook veel meer dingen met Ramadan. Maar het is niet zo dat ik net bijvoorbeeld Nessim ga lopen filmen terwijl die aan het bidden is ofzo. Ik vind dat echt... Ja, dat is niet iets wat wij willen filmen. Maar ik had ook een opmerking daarover geweest van... Ja, Ramadan gaat niet alleen maar over eten. Maar dat is niet wat wij alleen maar aan het doen zijn. Maar dat is wel het meeste wat wij filmen. Maar dat is eigenlijk ook het enige... Ja, toch Nes? Ja. Je gaat toch niet lopen filmen? Ik ga je toch niet lopen filmen als je loopt te bidden? Dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Ja, dat is niet iets wat wij zeg maar willen doen. Als anderen het willen doen, dat, vind, ja, dat maakt mij niet uit ofzo. Maar voor onszelf voelt het niet zo prettig aan. Dus dat even.